Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. En welkom bij de eerste aflevering van OHL Carrière Modus in FIFA 23. Let's go. Ik heb nu natuurlijk mijn Ajax shirtje aan dus. Maar ik ga zo dadelijk toch de gameplay beginnen opnemen op mijn YouTube-kanaal. Oh ja, voor mijn YouTube-kanaal dus. Ja, willen jullie dat zien? Het is 10 af en 10 potjes per video. Dus ongeveer 3 à 4 afleveringen per 10 potjes per aflevering, 4 afleveringen. Voor we waarschijnlijk Europa ingaan dus. Ja, let's go. Dan komen er Crocky Cup's uit tussendoor dus. 3 à 4 afleveringen sowieso. Dat we gaan opnemen. En ja, ik ga nu met aflevering 1 beginnen. Dus ja, let's fucking go. Aflevering 1 van OHL Carrière Modus. Let's fucking go. Oké, zoals jullie al zien zitten we dus in de dingen van carrière. We gaan ons laatste downloaden. Laatste updates downloaden. Let's go. Ik heb hier achter mij nog de 12 uur stream klaarstaan. Dus ja, 12 uur stream op staan. Als echte manager spelen. En wie gaan we pakken? België natuurlijk. Wat staat hier? Mark Brijs. Let's go, we spelen als Mark Brijs. En we gaan dus OHL carrière moeten doen. We hebben dus OHL verder. En we gaan met Mark Brijs bijvoorbeeld. Thuisstadion. Wat gaan we doen? Ja, dat is wel. Ik denk dat deze het beste is. Tribunes. Stadionkleur. Standaard gewoon. Veld is ook standaard. Gras. Gaan we zo zetten. Geblokt klein. Net. Zo gaan we standaard houden. Options verder. Dus nu zouden we. We gaan op amateur spelen, gewoon voor het plezier. Striktheid, onderhandelingen, los. Financiële overname. Gaan we op 1 miljard zetten. Niet dat we daar een beetje mee gaan doen, maar. Dan is de periode dus ingeschakeld, dus. Wij zitten nu bij OHL. We gaan nu de OHL carrière maar dus opstarten. En dit is de eerste aflevering, dus we moeten nog wat zien. Ik ga een beetje met mijn webcam. Dus aanmaken nieuwe carrière. Hoe gaan we het noemen? OHL. YouTube. Dan weten we dat dit soort YouTube is. En we gaan, denk ik, met dingen spelen. Met Sturm Graz en zo. Dat toernooitje gaan we spelen. Oké, even zien naar het team. Team management. Rollen. We gaan dus in de eerste ploeg. Aanvoerder is Mathieu Maartens. Ja. Hup, aanvoerder is Mathieu Maartens sowieso. Kantoor. Totaal 9 miljoen, heilig budget 1 miljard. Ja. Trainingsdag. Al simuleren, let's go. Natuurlijk hebben ze daar allemaal een D op. Al simuleren, hup. Hebben ze er allemaal een D op. Ik ga dat niet allemaal spelen.
Transferbot voor de noorden, we gaan dat. Afwijzen. Ik ga me dan door de noorden nog niet afgeven. Spelerschat. Opgewonden over toekomst, let's go. Eerst eens even zien wat de. Team. Wat de doelstellingen zijn voor dit seizoen. Dus beoordeel zelfvertrouwen. Dan moeten we drie cruciale spelers contracteren en 100 miljoen winst maken in hetzelfde seizoen. Minstens één van minimum één in het seizoen gecontracteerde spelers. Ja. Alle winst rechts van drie seizoenen zonder tegendeelpunten. Oké, internationaal succes. Succes thuis, eindig in de middenmoot. Alle kwartfinale. Dan gaan we even een cruciale speler contracteren. Spelers zoeken. Wie willen wij? Positie op de goal mag er wel iets bij komen. Dan dacht ik aan Kepa misschien. Kepa benaderen om te kopen. We gaan hem benaderen, we gaan Kepa benaderen voor dus deze. Toms aanbieden. €20,5 miljoen. Pakt 25,5 miljoen, pas toe. Bot indienen. €18,5 miljoen. Dat is zo vaak, we hebben toch €1 miljard. Nou, toch €1 miljard, dus ja. €18,5 miljoen. Dat is voor ons niks. Dus. Onderhandelen. We gaan onderhandelen. Dus. Cruciaal. Ja, oké. Okay. We verwachten dat we cruciaal gingen doen. En we wachten een deal van 2 jaar te tekenen. Accepteren. We willen zo graag mogelijk die speler hebben. Afkoopclausule negeren. Tekenbonus van 340 en accepteren. Oké, middenvelder. Dat mogen we misschien in de volgende aflevering. Yo bro, ça va man? Ja. Oké, die training moeten we niet zien. Is dat een goede deal? Speel al gemeen, 82, ja. Nieuwe sterspeler. Jakkers gaat toch niet worden. De Jakkers gaat toch niet in onze school staan. Dus dan is Kepa nu de vaste keeper.
Gaan we naar team management. En dan gaat Koji Ikaru op de bank in plaats van Jakers. En Jakers gaat eruit en Kepa komt erin. En dan gaan we nu eventjes een matchje spelen. We gaan misschien een andere speler contracteren. Zal simuleren, ja. Verder rustig, rustig, neutraal, vriendschappelijk. Dansverbod voor Platings. Dansverbod voor Wedraogo. Bot afwijzen en bot afwijzen. We moeten nu tegen SK Sturm Graz. En het is op Stadion Nieders. En ja, let's go. Dit is de 10 minuten in opname en de eerste match wordt gespeeld. Mathieu Maartens, wat was dat voor een bal, jong? Druk op de options om te spelen, oké. Okay. En nu zijn we dus aangeland in de eerste wedstrijd dat we gaan spelen. In deze video. We gaan misschien een paar dagen moeten opnemen, dus ja, let's go. I'm your match commentator, Derek Ray, and ready to provide to assess how these teams are evolving. Can he put it away? Tot 1-0, let's go. Hoe lang heb je nog 2 minuten? Mario Gonzalez, lekker. 1-2'tje, lekker 1-2'tje. To the sheer delight of the fans. Door zijn zon. Lekker 3-0. Mario Gonzalez, ook met zijn tweede van de avond. Lekker. En dat is door zijn zon, zijn derde. Lekker. Open. En Gonzalez ook weer met zijn derde van de avond. Lekker, boys. Lekker. Martens. En Martens buffelt hem binnen. Lekker. 7-0. Altamari. Martens op voorzitter van Altamari. Oei, oei. Mooi schot, maar niet gescoord. Ballen of in 2 keer. Lekker. Ballen of pikt ook weer zijn doelpuntje mee. 9-0. Doelpunt van niemand minder dan Mario Gonzalez. Tje. En Martens knalt hem binnen. 10-0. Let's go. En een mooie voorzet van Altamari. Het resulteert in een doelpunt van Martens, speelt hem binnen. 12-0. Dat bedient in Gridi. Malinov. Oh, fancy footwork. Malinov. Oh, welkom Malinov. Lekker, 13-0. Sanson buffelt hem binnen. Let's fucking go. Just what they needed. Altamari. Altamari naar Patrice. Patrice, 1-2'tje, hup. Patrice scoort de bal. 1-2'tje met Mario Gonzalez en Gonzalez scoort. Lekker. Daar is Mathieu Maartens. Gaat hij het nog eens proberen? En dit keer is wel raak. Buiten 16, Mathieu Maartens. Maar nu wel, let's go, Schrijvers. Let's go, spelen is. Want hij heeft ook weer dat boosje meegepikt. Rafael Holzhauser. Rafael Holzhauser zijn tweede doelpunt. Hij is echt wel goed aan de match bezig.
Hij speelt echt wel een goede wedstrijd. Een assist en twee doelpunten. En hij maakt zijn hat-trick. Dus dat van Holzhauser, hat-trick. Team of the Week. Vind ik zelf persoonlijk. Dat gaat nog niet gebeuren, want de competities zijn nog niet bezig. Let's go! Eerst de tweede wedstrijd van deze video. Let's go! In Stadion DDR. Zijn het jij uit Frankrijk en Oga Leuven uit België. En González, let's go! 1-0 voor OHL. González. En González, prachtig binnengeschoten, al zeg ik het zelf. Ja, Mario González is on fire. Het is nog steeds lekker, 3-0. Lekker. 3-0, Mario González. Met een goaltje. 0-4 voor OHA Leuven. Met het nummer 28. Ewout Blittings. Mathieu Maarten. Met het nummer 33. Mathieu Maartens. Past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Mario González. Met het nummer 9. Mario González. Been judged to have been a bookable offense. Well, I think the referee's got that right around. It was a penalty and it was a yellow card. Met het nummer 24, Casper de Norre. Can he finish this? Met het nummer 7, Thorsteinsson. Casper de Norre. Can they convert? OHL goal met het nummer 33, Mathieu Maartens. OHL goal met het nummer 9, Mario González. OHL goal met het nummer 9, Mario González. Maartens. Met het nummer 33, Mathieu Maartens, OHL goal. Yes, but he's also a really top class. Oh, the counter's on Stewart. Oh, it was there for him, but unable to find the target. Well, he certainly had Mullen of wilde manier scoren onderhoog, hè. He should have scored that. Op het duur ga ik een wissel doen. En dan ga ik een afzondering inbrengen. Today has been exceptional. Defenders have come out at the right time. Can he take advantage? OHL goal met het nummer 9, Mario González. OHL goal met het nummer 43, Nachon Nsingi. Well, doesn't have to do it on his own. Can he take the chance? OHL goal met het nummer 10, Rafael Holzhauser. OHL goal met het nummer 10, Rafael Holzhauser. OHL goal met het nummer 8, Siebe Schrijvers. OHL goal met het nummer 43, Nachon Nsingi. Get tighter. It should be. OHL goal met het nummer 43, Nachon Nsingi. OHL goal met het nummer 43, Nachon Nsingi. This to make it 1-0. OHL goal met het nummer 13, Sofyan Kien. And tremendous goalkeeping. Well, he just made it so difficult for the striker. His presence alone just caused him a problem. Well, he's gone short with it.
Oorzaal goal met nummer 13, Sofia Kien. Oorzaal goal met nummer 9, Mario González. Oorzaal goal met nummer 9, Mario González. Deep delivery. Oorzaal goal met nummer 24, Kasper de Norre. Can they put it away? Oorzaal goal met nummer 33, Mathieu Maertens. Oorzaal goal met nummer 33, Mathieu Maertens. Oorzaal goal met nummer 33, Mathieu Maertens. Oorzaal goal met nummer 4, Christian Malinov. Oorzaal goal met nummer 27, Mandela Keita. Oorzaal goal met nummer 7, Torstensson. Schrijvers. Oh, beating his opponent with ease. Oorzaal goal met nummer 8. Siebe Schrijvers. Oorzaal goal met nummer 8. Siebe Schrijvers. Oorzaal goal met nummer 7. Torstensson. Oorzaal goal met nummer 10. Rafael Holzhauser. Oorzaal goal met nummer 10. Rafael Holzhauser. Oorzaal goal met nummer 8, Siebe Schrijvers. Oorzaal goal met nummer 10, Rafael Holzhauser. En dit was aflevering 1 van de Oorzaal carrière modus in FIFA 23. De volgende aflevering gaan wij toch meer potjes spelen. Nu heb ik er een stuk of 3 gespeeld. 2 of 3 gespeeld in 1 video. Dus de volgende aflevering worden er meer potjes. Dus ja, bedankt voor het kijken naar Oorzaal carrière modus aflevering 1. En de volgende keer maken we het toernooi af. Maken we het vriendschappelijk toernooi af. En gaan we ook beginnen aan de competitie. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En jullie mogen sowieso een speler kiezen dat ik in de volgende aflevering moet gaan halen. Mag een speler zijn van buitenland, mag een speler zijn van binnenland. We hebben nog ongeveer een 900 miljoen voor spelers te kunnen contracteren. Dus ga uw gang. Je mag kiezen wat je wil. Dus dit was dus aflevering 1 van de OGL carrière modus. Aflevering 2 komt er binnenkort aan. En ja, let's go. We zijn weer vertrokken met OGL carrière modus. Let's fucking go.